Hoi, mijn naam is Lisanne de Vries en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. De laatste tijd doe ik heel erg mijn best met foto's plaatsen op Instagram en het bewerken daarvan. En ik krijg er ook steeds vaker complimentjes over. Ik merk ook dat mijn likes omhoog gaan, daar ben ik heel erg blij mee. Dus bedankt daarvoor natuurlijk. En ik krijg de laatste tijd ook steeds meer vragen hoe ik dan precies mijn foto's bewerk. En dat is dus precies wat ik jullie vandaag ga laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik ga mijn telefoon erbij gebruiken. Dus de laatste tijd bewerk ik alleen maar mijn foto's op mijn telefoon. En ik ga jullie precies laten zien welke apps ik gebruik en hoe ik het precies allemaal doe. Ik ben hier verder geen expert in. Ik vind het gewoon leuk om te doen en ik hou me er gewoon graag mee bezig. En ik probeer me er een beetje in te verdiepen wat nou precies het mooiste is voor mijn foto's. En ja, ik ga dus precies laten zien hoe ik dat allemaal doe. Dus ben je benieuwd naar deze video? Abonneer hieronder dan vast eventjes op mijn kanaal. En doe natuurlijk een duimpje omhoog. En dan gaan we snel beginnen. Oké, nou laten we mijn telefoon er maar bij pakken. De telefoon die ik gebruik, dat is deze. Audio zit er op dit moment ook in, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Maar we gaan het zien. Ik heb de Samsung Galaxy S9, daar maak ik ook mijn foto's mee. Het heeft een hele mooie camera waarmee je heel goed scherpte diepte effect kan creëren. Dat is een speciale stand op deze telefoon. Dus ja, daar begint het eigenlijk mee. Als je een foto wil bewerken, pak dan een goede foto die mooi is gemaakt. Met een goede camera, want anders kan je zoveel bewerken als je wil, maar ja, dan zal het toch niet zo worden als je eigenlijk wilt. Dus ja, dat is tip nummer 1. Foto's bewerken begint bij een goede foto. Maar goed, ik ga jullie nu maar gewoon de apps laten zien die ik gebruik. De eerste app die ik gebruik, dat is de app Fisco. V-S-C-O heet die. En ja, daar gebruik ik altijd een filter in. Laten we beginnen met deze foto. Dit is een foto die ik heb gemaakt in Parijs. Vind ik een hele leuke foto. Hij staat ook al op Instagram in de bewerkte versie. Dit is dus de onbewerkte versie. Maar goed, we gaan hem nu gewoon helemaal bewerken. Nou goed, dit is dus de app Fisco. En hier kan je heel veel verschillende dingen in doen. Je kan filters gebruiken. Je kan ook nog de belichting en zo aanpassen. Een beetje kleuren wijzigen. Verder niet heel veel, maar het is wel een prima app om te mee te beginnen. Zoals je ziet heb je gewoon heel veel verschillende filters. De filter die ik eigenlijk altijd gebruik is A4. En ik zorg ervoor dat eigenlijk alle foto's op mijn Instagram dezelfde filter hebben. Zodat je één mooi geheel krijgt qua foto's. En dat het dus een mooi overzichtje is. En ja, ik gebruik dus altijd deze filter. Dan kan je er nog op klikken en dan kan je hem een beetje aanpassen. Ja, ik doe hem altijd ietsje minder. Ik vind het vaak een beetje te als ik hem volledig doe. Maar zoals dit vind ik wel mooi. Dan klik ik op dat dingetje ernaast. Ja, dat icoontje. Ik heb geen idee hoe dat heet. En zoals je hier ziet kan je ook nog veel meer andere dingen aanpassen. Nou, eigenlijk doe ik niet zo heel erg veel in de belichting en contrast. Want dat doe ik allemaal in een andere app waar we zo meteen bij komen. Wel ga ik hem alvast eventjes bijsnijden naar deze. Want dit is het formaat wat je maximaal op Insta mag neerzetten. Dus ja, dan doe ik altijd dit. En even kijken. Ik verscherp hem ook nog altijd een beetje. Ja, zoiets. Dan pas ik de temperatuur ook nog een beetje aan naar ongeveer zoiets. De tint die ernaast staat, die doe ik altijd iets naar rechts. Oh ja, trouwens, bij temperatuur kan je hem een beetje koel maken. Je kan hem ook warm maken. Ja, ik hou altijd wel een beetje van warme foto's. Dus ik doe hem altijd iets naar rechts. En de tint kan je hem groen maken en roze. Ja, ik doe hem altijd een beetje naar de roze kant. Want zoals jullie weten, ik hou van roze. Kan je nu ook zien. En dan klik ik als laatste op huidstint. Die kan je wederom ook weer aanpassen naar iets roder of iets geler. Nou, deze doe ik ook weer naar ongeveer plus 1. Ja, het verschilt een beetje per foto, maar meestal doe ik altijd dit. En ja, verder kan je nog veel meer andere dingetjes aanpassen in deze app. Maar dat ga ik hier allemaal niet doen. Dus ik sla hem hier eventjes op. En dan ga ik door naar een andere app. En die heet Snapseed. Die kan je hieronder zien. En dit is echt mijn favoriete app als het gaat om foto bewerken. Ik open dus gewoon dezelfde foto weer. Dan klik ik op Tools en dan op Afstellen. En nu ga je pas echt een mooie foto maken eigenlijk. Ik begin altijd met de sfeer. En deze doe ik tot het eerste balkje. Zoals je hierboven kan zien heb je allemaal balkjes. Nou, ik doe hem ongeveer tot het eerste balkje. Nou, bij deze foto is het misschien een beetje te... Nou goed, dit vind ik ongeveer wel goed. Dan pas ik de warmte nog aan naar iets hoger. Bij deze is de warmte altijd veel heftiger dan die in Fisco. Maar ja, ik doe ongeveer plus 8. En de schaduw kan je ook weer aanpassen. Kijk, als je hem helemaal naar links doet, dan krijg je dit. En helemaal naar rechts, dan heb je gewoon geen schaduw meer. Ik doe hem een klein beetje. Dan bij hooglichten, iets erboven, pas ik het ook allemaal nog een beetje aan.
contrast misschien nog iets hoger. En de helderheid ook ietsje hoger. Nou, ongeveer dit. En dan vind ik dat mijn gezicht nog best wel heel erg donker is. Dus dan klik ik weer op Tools en op Selectief. En dan ja, maak ik een selectie op mijn gezicht. Dan maak ik hem ietsje kleiner door met mijn vingers zo te knijpen. Zodat hij dus alleen op mijn hoofd gericht wordt. En dan maak ik hem ietsje lichter door ja, naar rechts te swipen. Zo. Kijk. Zo was hij dus eerst. En nu is hij zo. Echt al wel een verschil hoor. Nou, wat ik dan nog meer doe, is naar Tools. En dan klik ik op Penseel. En dan heb je hieronder ook weer allerlei dingetjes. Nou, ik klik op Belichting. En dan +3 ongeveer. Dat is wel genoeg. En dan ga ik even over mijn haar heen, zodat het iets wordt opgelicht. Dat vind ik altijd wel mooi. En ook misschien een beetje over mijn tasje en mijn horloge. En nou vind ik dat mijn armen ten opzichte van mijn benen nog best wel een beetje bleek zijn. Dus die ga ik een beetje ja, wat warmer maken. Nou, hoe ik dat doe is door op Tools te klikken en dan weer Penseel, Belichting en dan -0,3 ongeveer. En dan zoom ik een beetje in en dan ga ik dus over mijn armen heen. En dan wordt het dus een beetje donkerder, dus dan ja, sluit het veel beter aan bij de rest van mijn lichaam. Zo. Kijk, dat vind ik echt al wel een verschil. En ja, de rest van mijn lichaam is wel donker genoeg. Dus ja, dat is dat. En dan vind ik verder ook nog dat de lucht een beetje te wittig is. En ik vind het juist wel mooi als de lucht een beetje blauw is. Dus dat gaan we ook aanpassen. Ik klik weer op Tools, op Penseel en dan op Temperatuur. En dan doe ik -10. En daarmee ga ik over de lucht heen. En dit mag je best wel slordig doen. Want je kan ook weer van alles weggummen. Nou, zoals je ziet is de lucht nu best wel blauw, maar mijn gezicht ook. Dat willen we niet hebben, dus dan zetten we de temperatuur nu op gum. En dan gaan we langs de randjes heen, zodat mijn gezicht niet meer blauw is. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dit is best wel een beetje een priegelwerk. Ik doe het nu niet helemaal netjes, maar voor een normale foto kan ik echt wel heel erg lang bezig zijn. Zo'n half uur. Dus ja, neem er zeker de tijd voor als je het helemaal perfect wil. En ik vind hier dan de randen ook een beetje te blauw. Dus ja, die haal ik ook een beetje weg. En dat de Eiffeltoren nu een beetje blauw is, dat vind ik niet eens zo heel erg. Dus dat laat ik even zo. Maar kijk, dan is echt al wel weer een groot verschil hoor. Ik zal weer even laten zien hoe het before was. Kijk, dit was before, after. Nou, dat is wel een mooi verschil toch? Dus ja, dan zijn we eigenlijk wel klaar in deze app. Dus dan sla ik hem weer eventjes op en dan ga ik door naar de laatste app en dat is Adobe Photoshop. Daar heb je dus blijkbaar ook een app van op je telefoon, dat wist ik niet eens, maar die gaan we nu eens gebruiken. En daar gaan we dan de laatste dingetjes een beetje nog in aanpassen. Nou, zoals je ziet staan hier al heel veel foto's, maar ik ga natuurlijk de nieuwste foto gebruiken die we net hebben bewerkt. En hiermee ga ik mijn haar een beetje groter maken. Dit doe ik eigenlijk altijd voor foto's, want dat vind ik gewoon heel erg mooi. Ik hou van een volle bos en ik vind op zich de foto nu al best wel mooi hoor. Hij is in principe al af. Maar om hem nog net even een beetje mooier te maken, ga ik gewoon mijn haar een beetje uitvergroten. Dus dat kan je doen met deze app. Hoe je dat doet is door op uitvloeien te klikken en dan op verdraaien. Dan zoom ik een beetje in en dan kan ik zo mijn haar slepen. Zo. Zoiets. Nou, dan is dit de foto. Dit was before en dit is after. Dus ja, best wel een verschil. En ja, dat is eigenlijk hoe ik dan mijn foto's bewerk. Ik zal deze ook weer eventjes opslaan. En ja, zoals je kan zien op mijn Instagram. Ik laat mijn Instagram ook eventjes zien. Kijk, zoals je kan zien op mijn Instagram passen gewoon alle foto's best wel goed bij elkaar. En dat vind ik ook heel erg leuk eraan. Dat ik gewoon ja, elke foto een beetje op elkaar kan laten lijken. Door dezelfde filters te gebruiken, dezelfde kleuren. Een beetje dat warme, oranjige ja, terug laten komen in mijn feed. En ik
let er ook heel erg op welke volgorde ik foto's op mijn Instagram plaats. Ik vind het bijvoorbeeld heel erg belangrijk dat foto's niet precies hetzelfde zijn die naast elkaar staan. Dat ik bijvoorbeeld niet twee keer achter elkaar dezelfde outfit draag of twee keer boven elkaar, maar dat het een beetje criss-cross staat. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi. En ja, hoe ik dat een beetje bekijk is door de app Feedmaster te gebruiken. Dit is een app waarin je allemaal foto's alvast kan toevoegen en dan ook alvast zo kan slepen naar de perfecte locatie, zodat je precies kan zien wat een mooie volgorde is voor jouw foto's. Dus dat is ook nog wel een tipje om te gebruiken als je foto's op Instagram gaat plaatsen. Ik heb nu een beetje door elkaar heen gehusteld, dus dit is absoluut niet de perfecte manier. Maar die app gebruik ik dus ook altijd om foto's op Instagram te plaatsen. En ja, dat is eigenlijk hoe ik mijn foto's bewerk. Dus ik hoop dat jullie wat hebben gehad aan deze video. Dat zijn allemaal geheimtjes en dat is precies hoe ik het tegenwoordig doe. Dus nog eventjes van voren af aan. Begin met een goede foto. 3 apps gebruik ik om mijn foto's in te bewerken. En nog 1 app om te bekijken in welke volgorde ik mijn foto's moet plaatsen. Dus ja, dat is in het kort eigenlijk hoe ik mijn foto's bewerk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en interessant. Laat eventjes hieronder weten in de reacties of jullie dit een interessante video vonden. En laat ook even weten of jullie nog apps hebben waar jullie foto's in bewerken. Die misschien nog wel beter zijn dan de apps die ik gebruik. Dus ja, daar ben ik wel benieuwd naar. En dan was dit gewoon weer de video. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doeg!